Ja, en zo denken de meesten. Stoppen is geen optie. Aan tafel zit Gert-Jan Pijl. Hij is initiatiefnemer van de toertocht. Welkom. Kan je vertellen hoe zo'n dag eruit ziet als je eenmaal naar de Mont Ventoux gaat? De dag zelf is hectiek van 3:30 ochtends tot 12:00 s'avonds. Dat is heel simpel. Zeker als organisatie. Daar komt alles bij kijken. Want dan heb je eigenlijk de uitvoer waar je een jaar naartoe geleefd hebt. Met alle facetten die bij een dergelijk evenement horen. Meer facetten dan alleen trainen? Daar zijn als organisatie zeker meer facetten als alleen trainen. Ja. Want als organisatie heb je natuurlijk enorm veel te behappen. De veiligheid van je deelnemers, de veiligheid van je vrijwilligers, het aantal vrijwilligers, de structuur die je neergezet hebt, wederom er een feestje van proberen te maken. De weergoden proberen te bedanken voor de mooie dag, ja, et cetera, et cetera. Ja, we zagen net iemand die een collega heeft die ALS heeft. Zie je die veel, dat soort gevallen? Ja, dat is eigenlijk de grootste groep waar alles om geformeerd wordt. Allereerste editie, één ALS-patiënt die mee kon. Aanvankelijk 2. En 1 was al niet meer in staat binnen 3 maanden om zijn weg te vervolgen. Tweede editie hadden we er 8. Derde editie, dus de afgelopen 16. En onze optie, omdat het zo mooi klinkt, deze editie zouden wij graag 32 patiënten mee willen nemen, begeleiden op hun laatste strijd die zij mogen voeren tegen de ziekte die ze zelf hebben, ALS. Ja. Nogmaals, waarom is het zo belangrijk om hier aandacht aan te besteden? Nou ja, ALS was tot voor 5 jaar geleden eigenlijk volledig nog niet op de kaart. Dus als je een naamsbekendheid van een kleine 20%. Dus als je iemand vroeg van wat is ALS, heb je ooit van gehoord? Was het altijd een vraagteken. Nou, inmiddels is dat dan een beetje uit de lucht. 92% weet het inmiddels. En het is een ziekte met een hele kleine doelgroep. Slechts 1500 patiënten gemiddeld per jaar, waarvan er elk jaar weer 500 doodgaan en weer 500 bijkomen. En dat maakt ook dat de farmacie en de overheid daar heel weinig aandacht aan besteden. Dus je zult het toch allemaal zelf moeten doen. Ja. Doe je zelf ook mee? Ik doe zelf ook mee. In die zin, als organisatie kan je die dag in ieder geval zet je eigen weg juist voor je 650, 800, het liefst 1500 deelnemers. Ja. Maar wij doen dat 2 dagen vooraf aan het evenement met alle vrijwilligers die daaraan deel willen nemen. Hoeveel vrijwilligers gaat het hier om? Inmiddels hebben wij een groep van afgelopen jaren 150 vrijwilligers en wij moeten naar de 225 vrijwilligers. Ja, en hoe loopt dat dan in die organisatie? Waar loop je tegenaan? Die schrijven zich ook in als zijnde een soort deelnemer in een platform, komen in een database, kunnen zich melden in een bepaalde deelgroep. Bijvoorbeeld horeca, bijvoorbeeld veiligheid, noem maar op. Mm-hmm. Er worden afspraken meegemaakt. En al die mensen committen zich op die dag inzetbaar te maken voor de Tour de ALS. En gaan dus niet mee als supporter, omdat ze ook gerelateerd zijn aan iemand met ALS. Mm-hmm. Ze zetten zich volledig in. Nou, maar ik kan me voorstellen, omdat het vrijwilligers zijn, dat zijn geen professionals. Dan kan het nog wel eens mislopen in de organisatie. Nee, de enige groep die wij als professional inzetten is de groep van het Rode Kruis. Alles op veiligheid. Mm-hmm. Dat mag alleen maar in het buitenland ook op die manier ingevuld gaan worden. En ik moet zeggen, de vrijwilliger, je moet bedenken als vrijwilliger betaal je je eigen reis en verblijf na Frankrijk en in Frankrijk. Op de dag dat je inzetbaar bent, krijg je van ons keurig de maaltijden aangeboden. Maar een vrijwilliger is gemiddeld in een week dat hij ons komt helpen, kan hij goed €400 kwijt zijn. Het zijn allemaal toegewijde mensen. Goed. Dat is goed dat jullie er bent. Fijn dat er aandacht aan besteed wordt. En we gaan het volgend jaar zien.